Ja, jullie mogen het uitzoeken. Als je van je fiets afvalt, dan ben je best wel klunzig als je al bijna 30 bent. Of 30. Nee, maar ik fiets nooit. Wie is de grootste kluns? Dus dan is het 6 keer per jaar geblesseerd. Ja, dus dat ben je een kluns. Ja, tuurlijk, dan ben ik een kluns. Nee, man, dit is wel echt van jou. Jij valt gewoon soms zomaar van je fiets en zo. Tenminste, niet zomaar, maar ik ga de reden niet geven. Maar... Je weet gewoon niet. Nee, man, dit is wel echt Della. Dit is wel echt Della. Wie is het meest lui? Wat ben ik dit? Nooit, je kan deze nooit aan mij geven, Della. Nee, ik ben elke morgen ben ik om 9:30 hier. Je komt als je om 9:30 hier moet zijn, kom je op 9:30. Nee, nee, maar wat doe jij hier? Wat doe je hier? Dat is de vraag. Wat doe je hier? Als je dan ben ik toch hier? Ja, maar wat doen? Ja, gewoon chillen. Ja, precies, dat is het. Ik doe alvast thuis mijn pre-warming up, dat soort dingen. Dat is het verschil. Zorgen dat ik ontbeten heb. Bij wie zou een kaal hoofd beter staan? Ik denk Della. Ja? Nee. Mijn hoofd is veel te smal. Je hebt een dikke bakjes. Ja, ik denk sowieso Tristan. Ik hoop dat we er niet achter gaan komen, laat ik het zo zeggen. Wie moet het vaakst naar de verzorging? Zou jullie zijn het er eens, mannen? Ja. Dat is dezelfde eigenlijk als net, met kluns. Omdat als je zo vaak geblesseerd bent, dan... Ja, jullie mogen het uitzoeken. Als je van je fiets afvalt, dan ben je best wel klunzig als je al bijna 30 bent. Of 30. Nee, maar ik fiets nooit. En die fietsen boven staan vast. Ja, dan is het nog klunziger. Wie is de betere zanger? Ja, totaal verschillende muziek smaak. Ja. Die is wel een zanger, want de muziek van hem is alleen maar schelden. Ja. Whitney Houston. Wie kan er niet zonder zijn telefoon? Nee toch. Dat is Delano voor mij. Want? Ja, ik zie hem gewoon vaak op zijn telefoon zitten eigenlijk. Nee, dan? Ja. Dan zit ik met een andere Tristan. Als ik weer in die gym zit, zit jij weer op je telefoon. Oh, hij zit in die gym. Dit is die Tristan die de trainer graag wil zien in die speelt. Dat is Delano. Delano kan niet zonder. Nee. Als je hem appt, reageert hij ook gelijk. Op een of andere manier. Dus Delano. Wie is er sterker in de gym? Hij is misschien niet sterker, maar ik ben gekker. Ja, dat is wel zo. Ja. Gekker? Ja, u niet. Hij is er niet vies van. Maar gokken, we zullen 20 keer op de vuist gaan. Oh ja, dat is al een tijd geleden. Ja, toen die heeft het was die afgehaakt? Ja, mooi verhaal. Of niet? Eerlijk? Ik ben niet afgehaakt. Nee? Nee, man. Wie heeft de mooiste sixpack? Ik heb geen sixpack, dus. Wie kan er beter met kinderen omgaan? Ja, ik heb twee kinderen. Tristan heeft twee kinderen. Dus, ja, dat is Delano. Hij heeft inderdaad twee kinderen. Daar kan ik ook goed met Tristan omgaan. Kleine jongen. Ja, Della, je kleine jongen. Oké, dan de laatste. Wie heeft het kortste lontje? Wanneer word je boos dan? Als hij verliest. Korte partijtjes gaat hij weer tegen doelen aantrappen en zo. Maar ja, Stella nog geen twijfel.